bij Juliette thuis. Hoi! En we hebben popcorn gemaakt. Zelf. En ik ga zo weer buiten, ik heb zo'n inhaalles. Op Tess. Nou zeg. Sorry. Nou, ik heb er zin in. Mama is aan het werk. Dus ik ga met papa naar de manege. En altijd als papa mee gaat, val ik eraf. Nee, dat is echt zo. Nou, doei doei. Nou, we zijn nu op de manege en dit is pluk. En dat hoef ik niet op hoor. Julia gaat toe. En ik mag zo voor het eerst op Tess. Dus... Even pluk kijken hoor. Zo. Dat is ook een grote jongen, hè? Ja. Wow. Tim lief? Ja. Leuk voor je. Deze heb je nog nooit gehad, hè? Nee. Tess heeft alleen als ze rechtsom door de bak loopt. Nee. Linksom. Ja, denk hoor. Zij ziet altijd een beetje spoken die er niet zijn. Maar dan ga je gewoon voelen, want dan wil ze niet door de hoefslag voor in de bak. Hey Marie. Zo, gaat hij goed? Kijk eens, Marie. Maar doet hij ook wel eens bokken en stijgen? Nee, dat doet hij. Hij gaat alleen hard. Dat is waar. Nee, hij gaat alleen hard. Dat is toch goed? Ja, ik vind het leuk, maar niet iedereen vindt dat leuk. Oh. Ja, goed zo, Sterren. Kijk of die dansen nog wat verder de hoek in kan. Ja, goed zie je dat. Iets meer linker teugje, nog verder de hoek in komt. Hoor je dat, Marie? Hij gaat heel hard, maar hij doet nooit bokken en stijgeren. Dat is nou jammer, hè? Ja, kleine nieuwtje. Nou, we hebben hem buiten teugel, binnenbeen. Wat langer volhouden. Juist, die is alweer beter. Ja. Nou, probeer dan goed je benen om hem heen te sluiten, Rosalie. Ja, dat. Kan je wel beter. Je hoeft niet te knijpen. Wil je benen om hem heen houden. Een beetje oogbenen maken. Ja. Goed zo. Ja. Kijk of je er wat verder de hoek in kunt krijgen, Marie. Iets meer die buitenkant in de benen bij. Ja, dat is al beter. Probeer weer weg te draven, Rosalie. Anders komt iedereen je inhalen. En dan kom je niet in draf. Juist. Ja, als je de ruimte hebt, ook gewoon bij C afwenden en wijken. Net op elkaar. Bij A mag ook weer, hè? Kom jij zo weer, Marina? Bij de deur ben, netjes wenden, rechtstellen. Ja, doorwenden, doorwenden, doorwenden. Ja, en nou linkerbeen terug en omdruk. Daar. Netjes. Goed zo. Ja, goed, Julia. Ietsjes de voorhand weer richting de AC-lijn zetten. Ja, buikteugel goed begrenzen tegen de hals. Voorwaarts houden. Oh, Marina. Ja. Dan denk je, hé, daar is Pebbles. Die gaat niet zo hard. Ga ik lekker bij stappen. Ja. Ze plakt graag aan Pebbles. Ja. Dat zie je. Ze duwt gewoon Pebbles op weg. Ja, en gelijk weer door. Hup, actief. Zeker als ze trekt, moet ze meer doordragen. Hup, hup. Zo, nog opletten dat de eerste boog niet te groot wordt tussen vallen. Draag hem niet van 1 naar B weer oversteken. Jij gaat nou te ver door, hè. Ik zei 4 bogen. Ja, 4. Dat zei ik echt. Ja, iets verder de bocht doorrijden. Ja, nou weer om. Dan worden je bogen te klein. Goed, je rechterteugel erbij. Rechterteugel, rechterteugel. Ja, want Tess gaat goed zo.
weg kwijt. Oh, je gaat overview. Goed zo. Houd van. Maar Ulex is belangrijk, die slang voor. Zo linksom, rechtsom. Even losmaken, die ruggen in de hals. Ja, actief houden, goed zo. Hij is heel vast op de binnenhoefslag, Savanne. Marina komt er. Ja, dan gaan we daar boksen. Ja, goed in de hoefslag houden, Marina. Dan passeert Jamaica aan de binnenkant. Ja, super. Goed zo, hoor. Ze is lekker relaxed. Fijn hoor. Ja, goed dan ook. Stappen. Ja. Want dan vindt hij het moeilijk en dan gaat hij weg. Ja, tik er wel aan, hoor, Marina. Dan blijft ze heel hard draven. Dan gaat ze niet eens galopperen. Kom, tik, 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 tik. Gast erop. Ja, goed zo. Oh, daar hebben we Denzen. En Jamaica, die is ook niet zo snel. Ja, mag ik ook in de midden zitten? Ja hoor. Ja, gaan we weer, Marina. Iedereen gaat netjes voor jou aan de kant vandaag. Ja, is het zo vermoeiend, meid? Ja, is dat vermoeiend? Als je niet wil. Oh ja. Ja, tik er maar aan. Anders blijf je zo draven met die 7 mails laarzen. Juist. Goed zo. En B. Ja, hou vol. Linker teugel leg je voor in de bak. Want je voelt het, hè. Wild ze naar rechts. Gelijk weer gaan. Zit je buiten been. Reageer. Tikje op je billen. Hop. Tikje bij. Nog een keer tikje. Ja. Pas er ook. Ze hebben er wel zin in allemaal, hè. Zo, maar hier gaat als een jekko, man. Goed zo, Julia. Lekker, Jamie. Ga goed vandaag. Hou van. Lekker door. Ja, goed ze van. Goed je handen naar voren en voorwaarts houden. Ook als ik wat tegen je zeg. Ja, anders ga jij zo allemaal op weer Ja, dan gelijk naar rechts sturen, zit je in dit ook. Ja, goed gedaan. Ja, netjes Raoul, mooi drafje daar. Snow weer aan de muur. Goed zo, gaan we zo eens op de lange zijde van K naar H de draf verruimen. Kijk of jullie dat nog kunnen. Dat hebben we best lang niet meer gedaan. De draf verruimen is niet per se harder, hè, maar je wil dat die ruimere passen gaat maken. Maar je moet een beetje vervolgens tegenhouden en macht erbij krijgen. Oh, moet jij niet, Jamaica, precies op die lange zijde gaan stilstaan? Nou, lukt het niet. Ja, dus draf er maar voorbij, hè. Ja, nog een keer. De ruimte. Ja, goed dan ook. Ulex is toch gauw makkelijk. Die wil wel naar voren. En op die lange zijde, KH, de draf verruimen. Ja, goed heen. Hop, twee benen naar voren. Ja, nog iets meer, Daphne. Dat je ook echt verschil voelt. En op tijd opvangen. Dus bij H moet je gewoon weer in arbeidsdraf. Dus je normale tempo. Netjes aan doen. Ja, hup, twee benen. Goed zo, Rosalie. Ja, kom op. Je hebt een pijn. Ga door. Juist.
Je gaat als een speer hoor, Marie. Ja, dat gaat op, hè. Oh, Marie, je gaat hard! Tik, nog een keer! Ja! Zo, rijden met de pony. Ja, zij rijden met jullie lekker zo hard, hè? Hé, dat is niet afgemaakt. Ja. Nog één rondje! Kom! Is je nou goed in mijn kamer, Marina? Nou, het was best wel leuk, eindelijk een keer op Tess. En... ja, het was in het begin wel spannend, maar daarna ging het toch wel heel goed. En ik mag er vaker op, zei ze, dus zei Marianne. Dus ik ga er ook vaker op. Ja, tot morgen.